In deze uitzending de expositie De keuze van burgemeester, wethouders en gemeenteraad in Huis Kernhem. Ook is er weer een agenda. We beginnen met een gedicht door George Knotneres. Welkom bij Mooi Zo. Een olifant voelde zich machtig en groot. Maar toen hij bij een afgrond kwam, was hij nergens meer. Hij keek in de diepte, stond stijf en stram. Zijn poten trilden en zijn hart ging tekeer. De olifant was bang voor de dood. Een musje trok tjilpend zijn aandacht. U bent zo sterk, dus spring net als ik. Achter het donzen balletje aan sprong de kolos, zonder angst en met alle kracht. En het musje spreidde zijn vlerkjes en lachte zich de driedubbele hik. Maar door de knal van olifants val kwam er een geweldige lawine. Puin bedolf onze kleine bal en daarom zit er nu een mussenvrouw te grienen. Op 28 oktober werd onder grote belangstelling in Huis Kernhem de expositie De keuze van de burgemeester, wethouders en gemeenteraad geopend. Te zien zijn de persoonlijke keuzes van een groot aantal van onze lokale overheidsmensen. Mede-initiatiefnemer wethouder Johan Weiland vertelt erover. Ja, er is eigenlijk van alle disciplines wel wat te zien. Er is getekend werk, er is geschilderd werk, er is gebeeldhouwd werk. En er is eigenlijk van alles. Er is veel mooier dan ik had durven hopen, eerlijk gezegd. Goed idee van u? De Stichting Kernhem heeft die vraag aan mij voorgelegd. Ik heb dat onmiddellijk met veel enthousiasme omarmd en ook de raad aangeschreven om hier aan mee te gaan doen. En heel erg veel raadsleden hebben meegedaan. Op deze manier leert men de politici beter kennen. Dat is zeker voor het publiek wel van belang. Want de raadsleden die hebben ook allemaal een stukje geschreven bij het kunstwerk wat zij gekozen hebben om hier op te hangen. En eigenlijk is die geschreven tekst nog van groter belang dan het kunstwerk zelf. Want het zegt ook heel veel over het raadslid. En dat is natuurlijk eigenlijk wel mooi dat onze volksvertegenwoordigers zichzelf hier zo laten zien. Zoals u weet was Van Gogh ook iemand waar ook heel veel brieven geschreven zijn tussen hem en zijn broer. En dat heeft ook zijn werk veel waardevoller gemaakt. Omdat men dan weet waarom hij iets geschilderd heeft en hoe hij dat gedaan heeft en hoe hij zich daarbij voelde. En dat doen eigenlijk de raadsleden hier ook. Dat is heel erg mooi om te zien. Er is vast wel een werk van een van uw collega's dat u persoonlijk iets doet. Dat vind ik heel erg moeilijk om daar zomaar een keuze uit te maken. Want de ene keuze is gemaakt omdat vrouw en dochters prachtige beeldhouwwerkjes hebben gemaakt. Of eigenlijk gebakken, keramiek hebben die gemaakt. Wat mij bijzonder aanspreekt omdat het uit de eigen familie komt. Zo heeft ook meneer Van der Poel hier een stuk van zijn zoon neergezet. Waar erg veel arbeid in heeft gezeten, ben ik van overtuigd. En die studeert een dergelijk vak in Londen zelfs helemaal. Vooral die persoonlijke dingen die door familie gemaakt zijn en waar dan ook een heel verhaal achter zit, die treffen mij wel. Natuurlijk zijn we nieuwsgierig naar de keuze van de wethouder zelf. Ja, deze keuze heb ik gemaakt omdat het me ongelooflijk doet denken. Het hangt in mijn werkkamer thuis. Omdat het me ongelooflijk doet denken aan mijn jeugd. Toen ik een jongetje van 10, 12 was, heb ik heel veel in de bossen van Ede gestruind. En dan zijn bomen nog heel erg groot voor je. En dat komt in dit schilderij komt dat heel erg goed tot uitdrukking. Het is een pentekening van meneer Anema, Tom Anema uit Den Haag. Best een beetje bekende meneer, maar het is niet zo heel veel waard. Maar vooral ook die diepte die in dit beeld zit en die ik me nog heel erg goed van vroeger herinner. Ja, dat geeft me een warm gevoel. U zegt het is niet veel waard, maar emotionele waarde heeft het zeker. Precies, daar gaat het ook om. En dat is eigenlijk wat kunst moet oproepen en dat doet dit ook. Zo'n expositie in de toekomst met nieuwe bestuurders, voor herhaling vatbaar? Ik zou daar absoluut een groot voorstander van zijn. Want ik denk inderdaad dat je hier laat zien wie je bent. En dat geeft toch een hoge extra waarde aan ons democratisch systeem. Blij met Huis Kernhem? Ja, absoluut. Het is natuurlijk een prachtige plek om dit soort zaken tentoon te stellen. En het functioneert heel erg goed. Heel erg vaak zijn hier prachtige tentoonstellingen. Maar ook het concertje, wat er vaak is op zondagochtend, voor een klein publiek, maar wel heel intiem, daar geniet ik heel erg vaak van. Momo speelt vrijdag 10 november de voorstelling Sip en Somber. Deze voorstelling wordt gespeeld in Momo's eigen theater aan de Renswoudseweg 1 in Nederveen. Met diverse liedjes en scènes laten de spelers van Momo Theaterwerkplaats op een ontroerende en ludieke manier zien wat er gebeurt als iemand een depressie heeft. Alle teksten en muziek zijn geschreven op basis van de ideeën van de spelers. Met de humorvolle werken van Wouter Bens en van Tineke Tielemans organiseert de Kijkdoos Bennekom in Villa Erika tot en met 19 november de expositie Kunst met een glimlach.
Kunstschilder Wouter Bernst kijkt net even anders naar de dingen dan anderen. Zijn scherpe opmerkingsvermogen vertaalt hij naar zijn schilderijen. Tielemans bronzen beeldhouwwerken zijn krachtig, vol humor en hebben vaak een verrassingselement. Surrealistisch en met een duidelijke eigen stijl. Monica Akihari en Niels Brouwer, afkomstig uit Lunter en Ede, vormen al jaren de vaste kern van Boyaki. Na een tournee door Zuid-Korea en Indonesië komen zij op 18 november naar Cultura. De voorstelling is vooral gebaseerd op de vorig jaar verschenen cd Liquid Songs. Geïnspireerd op een Molukse traditie waarbij oude verhalen aangepast worden aan de huidige tijd. Deze cd, Liquid Songs, werd door de Nederlandse pers en vooral de internationale pers goed ontvangen. In Nederland werd het zo goed ontvangen dat Boyaki naar aanleiding hiervan een uitnodiging kreeg van het Holland Festival 2017 om een compositie te schrijven, Controlling the Swing. En werd het kwartet uitgebreid met muzici uit Indonesië. In het programma, op 18 november in Cultura, zullen zij ook hier een paar stukken van spelen. Tot zover deze uitzending. Reacties kunt u mailen naar mooizo@edetv.nl. Een nieuwe aflevering is te zien vanaf 20 november. Voor nu dank voor het kijken en graag tot de volgende keer.